zoiets. Succes, boys. Succes. Oh ja, 5. Succes, jongens. Op 6. P6 staat op 3. Ja, dat is echt. Hij richt het op mijn camera punt steeds. Super kut. Ja, dat heb ik ook gehad. Oh ja, het zit echt een shit zelfs. Nog 1 maand, dan 50 en stop ik ermee. Kijk, ik weet dat dit Dijkhuis is, dat kan niet anders. Ja, ik had hier al Carnage verwacht. Valt mij. Ik ook. Ja, ik ook. Nee, er is gespeeld, zie. Ik ging ook echt extra vroeg op... Dijk. Je hebt hem er vroeger dan normaal. Ja, er wordt een slipstream bed voor de hele geest, denk ik. Oh, jee, jee. Die Alphense wagen gaat hard, hoor. Ik kom net niet langs. Ik jouw slipstream zo nodig, hoor, net, hoor. Wat zei je? Pak jouw slipstream zo meteen even. Zo overleef ik het niet. Oh, oh, sorry. Oh, wow, wat gebeurt er allemaal? Ja, sorry, Milko. Nee, vind ik goed gekomen bij jou. Ja, ja. Ah, kut, ik zet met schade nu. Ik heb jou niet geraakt, toch? Nee, ik moest jullie ontwijken. Oh, sorry. Ja, het was, ik zat aan de binnenkant. Het was een beetje gokken van de waar ik weer op het gas kon gaan. Schade voorbij, Melo. 3D. 3D. Steeds schade. Je had ook een betere lijn, want ik kon die lijn niet rijden omdat ik in de zand. Die Nissan die heeft ook wel eens gebied, Koos. Huh? Die Nissan bij jou? Ik hoor je niet. Hij vindt dat je Nissan snel is. Lelijk. Ja, 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 gaat wel snel, ja. Ja, de Nissan dubbelt ook de best in de DLP. Als je bij de GT3 races kijkt in de sportmode, dat is continu 2013. Goeie keuze geweest. Ik heb mazzel, man. Dat was met die WRX ook zo. Dat, althans, ja, WRX was wel een aantal races. Maar ik moet hier zijn, tot nu toe de circuits die we hebben gereden, was sterk, ja. Ja, de Porsche was net voor de afgelopen updates wel de beste auto, maar die heeft er nu niet zo meer. Ik zet echt veel snellere tijden dan dat ik op de trainingen deed. Maar echt een seconde sneller. Lekker toch? Meestal is het andersom. Ja, daarom verbaas ik me ook. Ik rijd nu gewoon met full fuel en zo. Niks voor mij. Maar dat scheelde niks. Want zat hij er op de curb of had hij het contact? Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, Mad Boy, nu merk je het wel hoor, dat je achteraan begint. Want je kan niet aanhaken bij die slipsteamtrein. Ah, dat merk je het wel, ja.
Ja, ik mis niet nog topsnelheid. Ga de Porsche, hè? Nee, maar ook door de schade die ik heb. Nou, ik heb geen last van ons hoor. Ik en Smith zijn nog aan het battelen, dus... Nee. Dus wanneer doet Smash mee dan? Ja, in de chat of zo. Sorry. Mag de gewoonte. Echt, die slipstream is overpowered hoor. Ja, enorm nu man. Fucking hell. Die rijdt de hele ronde bij me weg. En dan bij die tweede bocht zit ik weer in zijn nek. Ja, dat heb ik ook met Milko. Milko, rots op. Ik heb je ingehaald, geef op. Zo goed voor mijn rondetijden dit. We redden het ook echt maar net met Sjoerd trouwens. Ik weet niet of ik naar mijn eigen... Niet zo palet. Ik heb nu nog 48 ronden zo. Ik 49,3. Ja, Mazda, Sky Active. Word je vaak stilstaat? Ja, ja. Hij krijgt best wel harde penalties voor in deze game. Ja, als je heel zachtjes aantikt niet en dat doet hij met zijn content. In de training van dan was hij dat ook wel eens wel. En toen liep 1-1-7-8. Oh, dat ging op de eventjes slapen. Denk je zo eens. Interessant worden wanneer mensen gaan stoppen, denk ik. Want ik denk dat dit een beetje vast ligt op dit moment. Ja, je hoeft maar één foutje te maken en dit is over. Denk je? Ja, het is heel erg van, je moet zorgen dat als je uit... Ja, natuurlijk, het is wel rijk vooraan, maar als je die slip ging krijgen, dan... Moet je aan pump draften en zo nog bij te komen. En het chill is ook wel dat ik nu eindelijk weer de audio kan harder of zachter kan zetten op mijn headphone. Dat is genoeg voor niet, maar dat kan bijna ook headphone.
gevoel. Sneller om de muur niet te raken, Matthijs. Sneller om de muur niet te raken, Matthijs. Kijk, ik hoor ineens achter me zo gegrind tegen de vangen. Dat is toch Tony Hawk, jongens? Was het een goede imitatie? Ja, ik vond het wel. Vooral met die microfoon. Ja. Ben je nou 9 rondjes met je schade gereden met boy? Of 10? Ja. Ben je nog aardig, rap door op die shots. Hoeveel schade had je? Linksvoor had ik veel schade. Gevaarlijk bochtje daar, als je daar met 3 auto's zit. Ja, ik moet bijraam voor jullie, de raakting kwijt. Maar kan gebeuren. Ja. Sowieso die koers, als je kaart moet remmen, dat hij heel instabiel wordt. Oeh, dat sowieso, ja. Kan je te remmen? Veel auto's, zo. Ja, dat is of keihard remmen, of op 2 man inrijden. Ja, je hebt een goede keuze gemaakt. Ja, toch? Ja. Ja, vinden die 2 mannen een goede keuze inderdaad. Nou, anders zou ik waarschijnlijk wel meer schade gehad. Dat is waar. Welke banden heb je nu met boy? Mediums. Genoeg om? Ik ben bang van niet. Nee, dan gaat hij niet uit kunnen rijden. Bandslijtage niet hoog hoor. Ja, nee, maar... Ja, maar gaat net te lang worden, ben ik bang. Ah. En dan moet hij low fuel gaan ofzo. Ik heb wel tractiecontrole een beetje omhoog gezet. Kerel, die battles met Snoyoff, jezus man, wat vet. Ik rijd niet voor het eerst de hele race met tractiecontrole, maar het is slecht aan de hand. Misschien ook wel. Ja, oké, tijd om de pin te gaan. Dat is toch niet nodig hier, of wel? Wat? Tractiecontrole? Ik heb het aanstaan, man. Nee. Ik heb gewoon opeens aan. Ik merk eigenlijk niet echt verschil deze dag. Alleen bij de start. Ja. Meestal zet ik het na de start gelijk uit. Helemaal uit. Ja, ik moet zeggen, ik ben langs Alphys en ik rijd wel redelijk goed weg de hele tijd. Mediums bijtank. Nou, toch om. Nee, ik kan niet. Goeie stoppen, Robert. Die komt precies voor me eruit. Ja, net niet genoeg voor een slipstream, geloof ik. Hè? Nee, het gaat 2 seconden. Nou ja, binnen een seconde zit je er al in, hoor. Ik denk met deze hier voor. Ja, alleen hoe deze die tweede bocht pakt, ik snap het nog steeds niet. Ja, die gooit zijn gewicht in de strijd. Ja, hij remt gewoon bij de 50 meter. Oh, Matthijs, zet jij naast me? Ik ben niet echt op te letten, ik zat gewoon in de stuur. Ja.
Ja, nu heb je wat te pakken, denk ik. Ja, zo. Nee, net niet, man. Ja, ik heb het idee dat ik in de slipstream altijd tijd verlies. Want dat ik net dat ik rondzag de Alfa zat, toen kwam ik er door de slip zo echt niet langs. Tot ik echt daar zat en langs kwam, toen ging het wel. Dat was N, hè, op hoge snelheid. Alvarez komt links van. Kom je er even bij, joh? Je Mazda heeft wel goede top speed, toch? Jawel. Als je daar gewoon goed in de slipstream zit, dan terug is het. Ik ben echt 2 seconden dan naar de slipstream teruggekeerd. Dus, maar dat heeft wel de 15 rondjes gekost. Dus het verschilt niet zoveel. Het is echt maar... Ja, het donderslip. 5000 of zo. Kijk, ik kan er hier op rijden. Waarom kan ik het niet? Dit is nou weer net kut. Je moet achterblijven houden. Ja. Zeg bij de. Lurkt iemand? Ik hoop het ook blijft dan. Is er snel iemand aan de meneer? Absoluut. Ja, die Beetle, hè? Ja. Dat zagen we gisteren al, die Beetle snel, meneer. Snel als een band aan het scheten. Hij was gisteren vooral al als de muur aan het kussen. Ik heb nog steeds dwars. Alvast? Ja, thanks. Maar ook gewoon frontaal, hè? Yes, thanks Alvast. Zo, Madboy is ook al aangehaakt. Ja, ik ben er ook al bij. En ik moet nog een keer naar binnen, dat is heel kut. Nu moet je bij me rijden. Ik kan nog wel voorlopig door op die mediums, maar... En waar staat op mediums? Ja. Oké. Okay. Daarom rijd ik nu een beetje in de top 10, dus het is wel prima. Nou, hou me even op deze hier, goed. Ja, helemaal niet, die auto is veel te traag. Nee, zit hier. Wow. Ga er gewoon buiten om langs, dag. Ja, pak je in deze tweede bocht, hoor. Let maar op. Dat is en hoor, hoe hij die bocht pakt. Ja, normaal. Het lijkt wel Call of Duty op rails. Ja, maar echt, het is zo bizar. Hij komt voorbij met echt een snelle verschil, is niet te geloven. Gaan we 3 beetje aan? Oh, sorry. Ik kom er echt niet bij, ik heb net te weinig. Deden, jongen. Ja, maar dat hoef jij niet eens te doen, want dan kom ik er echt niet voorbij. Ik kom iedere keer net te kort. Ja, maar ik zit net een beetje tijd te krijgen. Je moet er echt voorbij zitten, anders haal je me gelijk weer in. Ja, dat is dus. Van een parking. Ik zit nu 2 tienden achter in plaats van 3. Misschien dat ik nou net... En ik hoef nou mijn gas niet los te halen. Oh, eerst van top 3 is binnen.
Bad Boy doet het ook gewoon de muur raken. Ik raakte de muur niet. Wauw. Wow. Nou, die ging zo er tegenaan op mijn beeld hoor. Lekker doen toch? Als je sneller bent. Nee, er zat niet veel tussen, maar raak was het niet. Ah, je, echt. Ja, ik ga. Zie je lijn daarboven en zoveel sneller dan? Ja, heel veel sneller. Maar... Wat Beren. Ja, moet ik ook maar eens doen. Ja, ik zou het gewoon doen. Rij me rond 50 meter, misschien 30. Maar waarschijnlijk tik ik hem de muur. Ja, alleen goed, mijn lijn is ook niet perfect, dan ga ik gelijk controle half kwijt. Ach ja. Wow. Ja, ik kan niet. Oké, je zag me nog wel. Ik twijfelde even. Ik bocht echt anders aanpakken. Deze bocht ook. Jezus. Nu is hier geloren hier. De chief van de binnen. Koos de binnen ook nog meteen. Yep. Pinsy gaat. Die gokt het. Nee hoor. Slipstream hebben we in deze game kwijt op reels staan. Let's go long, let's go long. Plan C, plan C. Tires are good. Zegt Lewis ook altijd, maar het is niet altijd zo. Nee, Lewis die zegt mijn pa is een fuck. Boon. En dan komt die fles flat. Ja precies. Ja. 40 oh. Rondjes. Oh Lewis. Why did you put me on this tire? Ja. Ik wel. Ja, volgt de race. Ah. We are catching them at the end. Ik vond het enig veel trouwens dat ze er aan het rijden waren tot in de nacht en ze waren nog steeds niet aan het catchen. Dat is een tekenfilmpje, zeg maar. Ja, die animatie. Die is echt goed, joh. Hey, wat heeft hij zomaar even op Peter in zijn reet? Jezus. Ja, die moest steeds gaan hard weer. Oh! Wow! Woehoe! Oh. Die hield ik! Ik heb me ietsjes te laat! Was jij dat boemen? Ja, ik ging door die bocht, Tokyo Drift. Lekker man! Ja, ik remde en toen zag ik de blauwe vlag, dus ik probeerde hem naar de binnenkant te halen in mijn glij. Oh, misschien wel. Ja, nee, ik had hem onder controle, toen kwam hij pas. Dus... Het kwam goed uit. Ik zal die pins weer ophouden als je komt. Hey, opflikker en blauwe vlaggen dadelijk. Ja. Mag je hem even stoppen waar de zon niet schijnt, Bint? Via. Nee. Nee. Wilt u alvast de meatball uithangen voor het doen? Ja. Wie is de Via? Ik wil smash de Via en smash je bij mij. Maar ze is er niet. Oh, want ze zit ook niet in de chat. Nee. Of hij is een lurker, maar... Nou, wie in de chat? Wij hebben zijn eigen op tot de Via. Weet iemand die Michael heet of zo? Ja, Mikey. Oh, Mikey, no! Ik vind Mikey nog.
hier. Maar het was Michael, hè? Ja. Ja. Maar dat is, ja, je weet het. Verpest het nou niet. Ik zeg ook schijnbaar, want ik hoor echt Michael. Hoe noemen ze dat? Dat iedereen een andere ervaring heeft op een bepaald moment? Mandela effect. Ja, dat is. Je hebt niet iedereen een andere ervaring, maar van weet zeker dat je het anders hebt ervaren. Ja. Ja, maar iedereen heeft diezelfde ervaring, maar hij is anders. Ja. Ja. Ja, van nieuwe schoenen. Dus dat maakt het niet uit. Maar hoe lopen die schoenen daarna? Hey, ik heb ze niet aan gehad. Het zijn sportschoenen. Niet zo vaak aan. Oh, sport niet zoveel, ja. Ja, trouwens wel dit keine sport, hoor. Het is e-sport, het is wat anders. 7, morgen was sport. Ik heb mijn buikspieren, hoor, klaar. Ik heb mijn buikspieren. Gadverdamme! Is dat een gore? Hoezo? Zomaar nog steeds niet naar binnen geweest? Nee, ik heb nog niet. Wacht, niet zo. Ah, oké. Okay. Zomaar kan het nog wel lang door. Ja. Ik had vanmiddag even wat runs gedaan. Ik dacht, mediums misschien schimmelen om te starten. Ja. Ik vond het te eng dat ik misschien die slipstream zou breken op het begin. Ja, ja, ik kon er makkelijk bij blijven. Dus, maar ja, nee, voorrecht letterlijk in de rondetijd is ook geen verschil tussen medium en soft. Ja, ik kunt zo'n 4/10 volgens mij of zo. Maar met slipstream weet ik niet. Ja. Ik ging zelfs harder op de mediums om te zien. Ja, ik kom wel op een mediums makkelijker aan de goede rondetijd dan op een soft. Kwam ik gisteren ook al achter. Nou, instoppen wordt wel krap, denk ik wel, maar moet wel kunnen. Wat kan? Ja. Ik heb nog meer dan de view en de minus zijn wel op aan het gaan nu, maar. Ja, ik zit op 40% of zo ongeveer op achter. Man. Zo, hoe doe je dat dan? Die gaan hard hoor. Dat hou je nog vol. We zitten op de helft van de race, dus in principe kan je het één stoppen dan. Ja, zoiets. En ik heb ook geen fuel bespaard en ik heb gewoon alleen een paar rondjes, maar alsnog heb ik minder dan de helft. Ja, dat hoeft over. Niet, hè? Dus, nee. Hij doet echt niet, nee. Nee, dat wist ik. Het was gewoon automatisme dat ik hem in fitness heel vergeten. En het punt dat ik hem weer omhoog goed deed, dan kwam ik langs Alphys, gelukkig. Wel Alvest. Snooi of hebben en ik heb een hoop na te bespreken na deze race, man. Jesus Christ. Nee, wel op een goede manier. Oh. Beetje Le Chief en ik Suzuka. Alleen nu al 27 ronden. Ja, want ik zag jullie dat straks in dan lekker bezig. Krijgen de kijkers niet voor waar gaan geld. Kijk, een beetje niemandsland, ik zag een stuk zijn. Het is ook moeilijk om gefocust te leven. Je kan ook gewoon remmen hoor. Ja.
Dat is maar... Ja, maar Thijs komt al langzaam dichterbij. Een beetje harder rijden. Oh ja, baas uiten. Ja, kijk, ja, iemand voor mij die rent een beetje. Is dat Nielke? Die... Ja, ik kan het nog niet. Waarom? Ja. Oké, top. Komt jou in aan. Ja, lekker dag. Nee, dat heb je ook wel gezien, Sieper. Niet. Oh, ik dacht voor de vraag of je überhaupt in kan halen, want de topspeed van die Mercedes nodig gaat voor je zitten. Kan je ook die topspeed. Is dat Lindsay achter me? Lindsay? Ja. Oké. Okay. Zeg maar, als je heel dicht bij deze... Back him up, back him up. Nee, wat ik ga zo naar binnen. Maar dan heb je ook een enorm gat trouwens op zomaar trouwens. Die kwam echt al 300 geleden voorbij volgens mij. 15 secondjes. Oh. Hij is 2 seconden uit. Is dat gevoelsmatig dat het zo gebeurd is? Ja, dus, ja dat is best wel leuk. Maar ga je nu dan naar de hardste? Zeg niet. Intermediate ja, zou ja, dat kan ik gewoon zien. Ja. Dat ga ik niet zeggen. Ja, dat is gewoon te zien, hè? Ja. Hij heeft mijn tanker van Antwerpen. Nee! Ik kan op 32 rondjes rijden. Dat is wel heel close dan, hè? Dat heb ik nog niet eerder gezien. Ik doe echt goed naar Milko, maar het is gewoon als je niet in de slipstream zit, dan verlies je in theorie tijd door die bochten gewoon. Ja. Yep. Dat is niet alleen theorie hoor. Zomaar een stop moet gaan maken, want de rondes worden niet sneller mee. Te ver doorrijden, Matthijs zit ook in de pit. Hey, ik zag net bij Matthijs de pittingen halen. Oh, dat is wel. Bijna een pitje. Ja, je moet hem van de induwen. Ja, dat is op de laatste. Dat is weer een plekje gemaakt. De laatste tijd. Ik hoop dat ik niet pint halen. Maar ik was wel 2 seconden daar zitten. Ja, dit was mijn tijd niet echt te lang. Oh, goeie avond.
denk dat je nu kijkt oprecht naar de vetste battle die ik ooit heb gehad op stream. Dit is echt insane. Het zou ook mooi zijn als jullie een beetje tijd gaan verliezen, maar... Ja, jullie verliezen maar 10 per ronde, dat is jammer. Toch, dat is zo. Ja, dan duurt het nog 52 rondes voor. Die kitsen met die end. Ik zie jullie, jongens. Yes. Ja. Pack hem op. Pack hem op. Mensen weten wel wie het is. Porsche team. Zit er hier wel. De mannen die op battle is, man. Boomer, pack hem op. Nee, ik ga moeten pit in. Die mediums zijn er al. Ze zijn eraan. Trappeltje. Ja. We moeten. Nee, Matthijs. Ja. In die andere league, wat mogen wij dat wel doen? Wat? Mensen ophouden omdat we in hetzelfde team zitten. Wat? Nee, joh. Mag dat? Dan had ik je echt opgezocht thuis. Nee, maar... Nee, maar... Is die andere League Mario Kart? Wat bedoel je? Double Dash. Wat bedoel je? Andere league. Oh, wat goed. Maar ik ben al zo. Nu zie je hoeveel sneller die verkiezingen steeds is. Ja, inderdaad. Ja, mijn laptimes gingen echt gewoon niet omlaag. Gewoon 1-9-4-1-9-3 de laatste 10, 15 rondes. Ik zat een hoge 1-9 en zo ineens. Oh, echt? Ja, de Porsche heeft gewoon echt geen straight line speed. Ik had hem heel veel op 1-9. Nou, ik zit veel 1-9-1, 1-9-2. 1-9-6, 1-9-0, 2-4. God, blijf ik het laatste probleem. Deze doet hetzelfde. Medium soft. Heb je al een kenner binnen geweest? Oh, oké, dan is hij van soft naar medium soft gegaan. Lekker, rijd je dan? Hij rijdt 10. Oh, deze? Yes. Schitterend. Dus als ik nog één keer naar binnen moet, dan heb ik in ieder geval P10 sowieso. Toch een puntje? Het is een punt. Ah, dan kunnen we op P8 houden, als het lukt. Als deze banden de finish halen. Dat is de mindset die je moet hebben. Oh, sorry, super. Ik zag even niet. Yes. Dankjewel. Ik ga toch naar binnen. Oh, maar een gevecht voor de tweede plaats. Jezus. Het is gewoon een gevecht voor de eerste plek, hoor. Ja. Als we dichterbij weten te komen. Oh ja, ik moet hier naar binnen. En zo. Wij denken, ja joh. Wat gaat dit? Ja, Rob is voor een tweestoel. Ja. Maar denk ik was ook tijd, hè? Nee, ik ga ook niet. Joh. Het is toch gratis. Het is toch gratis. We gaan voelen hoe het is. Oh, sorry. Gratis tanken. Ja, gewoon tanken. Zo lekker. Milk wel blijven. Ja, dat gaat goed. Rob is erbij. Ja, we worden nog een klant uit de bocht hebben. Ja. Nou, 24 seconden op deze. Ik kan... Oh, pas je op. Ja, ik voel echt geen verschil bij hier in die soft. Ik hoop niet dat iemand bij een stel zit. Ik dacht dat hij nog naast me zat, daarom geef ik hem extra ruimte. Kut! Wat al? Ja. Ah, jammer. Ah, kut, ik schuik niet zo goed. Dat het einde van de battle. Oh, dat is nee, moeilijk. Nee, dat, is nee, dat niet. Ja. Maar je moet elk voordeeltje dat... moet je eruit slepen. Ja. Het is letterlijk gewoon, iedere rondje zijn we stuiver aan het wisselen. Dus letterlijk wie er straks als, ik moet eigenlijk uitrekenen wie er straks als eerste over de ijsstreep gaat. Wat ben je daar, zeg Koos. Oh man. Komt het tipje aan het huis. Ja.
grenzen. Denk zo wist. Auto's in de fik, omdat Marokko heeft gewonnen, wat bedoel je? Is dat nog steeds? Dat denk ik wel, ja. Ik denk het grote feest dan eerder, toch? Ja, wat gaan ze doen? Ik ben zo bang, hè? Ja, ze hebben gewonnen van Spanje. Echt een super lijpe wedstrijd. Dat was echt een hele goede pot. Ja, dat was echt sick. Dat was echt heel sick. Voor het crossfit van. Ja, dat 18.000 stemmen. Dat scheelde niks. Gelukkig was de wedstrijd een beetje op tijd, anders was het te laat geweest. En ik zei nog bij die band, dus Marokko de eerste twee neemt, dan winnen ze wel. En dat deden ze. Die gingen erin, lekker man. Ja, het is ook een paar. Ik had ook gezegd, man, als Marokko gewoon meer penalties maakt dan Spanje, dan winnen ze. Ja. Nee, we hebben nog gewoon de eerste twee, dan is het gevoel bij Marokko heel goed, zeg maar. Dat was bij mijn analyse vooraf, zeg maar, de penalties. Dankjewel voor de subby! Appreciate it, DJ Home Alone! Dankjewel, jongen. Oh, hier hadden we daar de chief. Nee, ik verlies in ieder geval tijd, zo te zien. Ja, goed. Baas mij dat ze nog steeds weer. Of heb je het dagje dan? Code zit 7.7. Een tikje hier. Dit is echt een perfecte zwanendans die wij met z'n tweeën doen, man. Het is echt niet normaal. Maar het is het probleem hier, doordat die slipstream zo handig is, dat als je iemand voorbij komt, dan wordt het tijd alsnog niet. Nee, je moet op het laatste moment moet je er voorbij. Als je te vroeg gaat, je pakt. Maar ja, in die Porsche dan heb je het sowieso niet, want zelfs sommige rijdt nog hard terug. Ja, klopt. En dan moet je op een gegeven moment een beetje, als je er eenmaal langs bent, een beetje weg kunnen rijden. Dan lukt het wel. Ben je tussen daar van achter? Ja. Maar ik vraag me af wat er met Alphys is, want die is echt enorm afgezakt. Ja, die heb je ook 2 of 3 keer een rondje gezet. Ja, ik had een paar keer had ik een battle met hem en ik heb hem nu ook een ronde gezet. Dus, Ja, ik had hem ook al in ieder geval. Ja. Wie rijdt er voor? Nog een niks, Kingspace. Wat is het? Ik zit nu in de laatste bocht. Nee, dan ben je het niet. Hij rijdt de achterlijf, maar die rijdt echt hard. Ik wil het wel gebruiken. Ja, er zit nog één iemand tussen ons, geloof ik. Ja. Die gaat bijna alles doen. Ja. Ik weet niet waar jullie rijden. Eerste bocht. Oké, okay, nee, op het eind. Robert rijdt op het eind. Ja, ik ga nu. Kijk, hard. Stop bij 10. Hé, hey, Robert rijdt de 11. Deze is links tussen. We houden wel een beetje dezelfde pace, geloof ik. Ja, die softs willen wel. Ja. Ze houdt ook nog vol, toch maar nog 11 rondjes te gaan. Ik hoop dat ik het red, want ik ging in. 132 kwam in de pit uit, dus... Echt? Ja. Ja, ik reed met die mediums tot rond 31 en ging er binnen. Oh, je hebt zo.
Ja, ik heb soft, medium, soft. Soft gaan 20 reps mee in ieder geval. Ja, ik heb tijdens oefenen kon ik, maar dat is echt tot het schilletje, 23 rondes eruit halen. Ja. Nou, dan moet ik goed zitten met één stomp. Theorie kan je gewoon uit de soft medium één stomp. Ja, ik ben een ronde 33 gestopt of zo. Ik denk dat ik nog wat 35 kan gewoon doorrijden met de medium soft. Ik je Matthijs. Maar die ronde tegen jullie rijden, die kan ik niet bijhouden. Die ja, gasten voorin. Ja, dat is bullshit. Ja, dat is echt niks ja, dus een andere klasse. Gewoon, ja, zo hoog mogelijk in die bocht blijven zitten. In de laatste bocht en de derde, geloof ik. Ja, die laatste gaat van beneden. Maar die bocht 2, hoe jullie dat pakken, ik ben er doos benauwd van. Ja, krijg ik toch wel. Probeer het op de pit vinden, dat weet ik zeker. Ik hou het gewoon op rem rond 70 en dan hier de binnenkant. Al ik heb het moet vertrouwen, dus toch? Ja. Nou, Matthijs, we lopen uit het coast, dus dat is in ieder geval geen probleem. Wordt alleen kijken wie dan. Je moet strategisch rijden, want. Ik wil hem geen dingen geven natuurlijk. Nou, dat wordt hetzelfde met deze hit dadelijk. Dat was gewoon wie er in de laatste bochten het goed eruit komt. Die pakt de tweede plek. Gewoon ervoor gaan. Hè? Gewoon de binnenkant in, Jobo. Weet je nog onze kartrace? Ja, godverdomme. Dat was wel een mooie race. Dat was fantastisch. Het is ook echt de laatste keer dat ik deze baan geweest heb. Ja, dat denk ik voor mij ook, want ik kon al niet herinneren wat de high-speed ring nou was. Ja. Oh, dankjewel deze nu. Ik dacht ook wel een andere baan. Ja, ik ook. Dus dat ik gisteren even ging checken wat ze aan het oefenen waren. Toen dacht ik, hey, dat is een andere. Komt ze weer een tikje aan Matthijs? Hij staat te vroeg al in de wacht. Ja. Niet dat we er heel veel aan hebben, want die 10 seconden of zo, maar dat... Ik voel dat je pas al gaat kijken. Denk je al rust? Ik kan nog een tikje. Wil jij dat pins achter? Nee, ik krijg het er snowy en koos. Oké, ja, ik zie een blauwe vlag. Dus. Waar zit je nu? Laatste bocht? Start finish, ja. Ja, daar ben ik. Ah, daar ben je echt. Ja, dat is ook zo'n blauw keek. Goed zo. Nee. Ik hoop positief een ding uit de voorkant. Nee, ik verlies ook wel veel in die sector. Die 1-0-7 lukt me maar niet, hoor. Dat is echt niet te doen. Jongen. Ik heb volgens mij nu de slipstream gebroken. Ja, hij gaat er binnen. Ja, hij gaat er binnen. Ja, dat niet hoor. Waarom dat? 6 rondjes. Ja, ik weet niet. Ik heb hem gebroken, de slipstream. 6 rondjes? En je hebt hem ook metaal gebroken. Ja, metaal gebroken. Ja, ik denk dat hij nu voor de snelste ronde gaat. Ik weet het niet. Maar dat geeft hij nu al toch wel aardig een punt op, zou je zeggen. Ja, dat geeft hij snelste ronde. Nee, lekker. Geef je op. Zelfs de rondes meer geluk hebben met slipstream. Of zijn banden zijn gewoon helemaal op hoor. Dat is, en dat de reden is dat de slipstream brak. Ik zou met die Beetle wel kunnen. Hey, maar even salut vanuit mij naar Snoyhoff. Dit is de vetste race die ik ooit heb gehad. En dan rij ik op P4, hè? Hey, Brubeneur! Jee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 
beetje flashbacks geeft aan die Oval Race afgelopen seizoen.
Ja, die vond ik wel een leuke. Ja, godverdomme, daar kon ik dus niet bij zijn. En die had ik echt. Die had ik echt perfect uitgekiend, jongen, qua banden. Doe je het ook in de Supra? Ja. Nee. WRX, toch? Oh, nee, Ford GT, man. Dat was echt de meta. Nee, Ford GT was dat. Ik zag je heel goed bezig, ja. Ja, ik zit nog steeds na te genieten, man. Dit was echt niet normaal. We hebben 45 ronden. Gewoon in elkaar slipstream gereden. En iedere keer stuivertje wisselen we, iedere ronde. Maar hebben we niet met gewielbanken? Wat zeg je? Hebben we niet gewielbanken in het begin? Want nee, want een beetje. Ja, eigenlijk niet. Nee. Ja, dat is wel eens niet. Maar echt, weet je, het is een brede baan. In die banking bochten, echt naast elkaar de hele tijd. Oh man. Oh, echt van genoten. Echt van genoten. Fenomenaal. Podiumplekje, dat zit er niet meer in. Ja, ik moest vanaf P8 starten en dat blijkt toch hier een beetje vertaald te zijn. Want ja, ik miste gewoon volledig de slipstream met de kopgroep en dat kan je daarna nooit meer goed maken. Helaas. Sport gaan rijden? Hè? Huh? Ja, nee, dat ga ik mezelf niet aan. Heel goed. Ja, jij rijdt, je hebt CC denk ik. BC, dacht ik. Nee, hoe heet dat? Ik heb sportsmanship rating, heb ik A, maar de driver rating is C. Oh. Dus driver rating kan ik sowieso veel hoger. Ah, dat valt wel mee. Nou, als je in C komt, safety rating, dan zou ik daar inderdaad niet aan. Ik rijd nou in B, man. Nee, dat word ik echt gek. Het is heel veel gereed, zo. Ja, nee, maar daarom, dat doe ik mezelf niet aan, man. Yep, ja, die is te laat, denk ik. Zou dit Jasper zijn? Jongens, begin even opnieuw. Ja, ik heb een seat kop. Ja, dan kan hij wel de fundraisers meedoen en zo. Oh, ja. Ik ga er niet heel veel doen, want ik ga hierna Final Fantasy VII Remake doen. Oh. Is dat een mooie game is? De auto raakt ik bijna kwijt, man. Fuck. Dat scheelde niet veel. Ik denk dat je zelfs gaat redden op een bandje, joh. Ik ook echt wat net open. Ik zit aan 40 ronden op de mediums. Ik zou ook wel steeds met een fijn oog naar mijn fuel te kijken. Of dat nog. 40 ronden zou ik niet kunnen doen. Ja, het gaat ook net wel of net niet worden, de laatste rondje. Als het niet wordt, je moet remmen, laten wij even de ronde zo. Dit is mijn BOP taak. Ik doe echt iets verkeerd met die auto's.
hard. Oh, en de laatste ronde is ook wel echt hardcore banden in sparen. Dat zie ik, want ik zie gewoon van. Doe maar even iets voorzichtiger in de bochtjes hier. Nou, dat was hem. Hij kwam even een reclame maken en dan ging weg. Ja. Wat stond er? Een linkje. Dat is wel iemand die me dus als vriend op PlayStation. Je hebt Vincent Nick als vriend. Ja, ja. Dat zijn we langs. Onze japer. Ja, een japer. Nou, Thijs, het is goed. Goeie gast, dat een fijne vriendin weer bent. Met die reclame maken op streams. Elke keer als Bincy de chat joint, weet je ook genoeg toch? Ja. Of heb je dat niet meer? Of heb je dat niet meer? Nou, expres een slechte connectie hebben dat hij weer de lobby moet joinen. Ja, oh shit, 8 keer gejoined. Hè, deze gaat nog de pit in, maar er is nog hier dan nog een rondje ofzo. Hoeveel rondes zijn er nog? Laatste zit ik in. Ja, en hij gaat de pit in. Het is op zijn race. Dan kan je ook de snelste ronde. Hij heeft mij gewoon op een 179 of zo. Dat heeft echt geen nut meer. Ja. Hij wil mij een kans geven, lijkt wel. Maar ja, apart. Laatste ronde. Hij is wel op tijd uit, dus dat moet je me niet uit. Maar... Ja, nou, mijn rechtspoor is echt rood. Ik denk dat hij, ik heb het ook al, maar ik denk dat hij gewoon denkt, of niet door heeft gehad, dat hij natuurlijk gelept is. En dan... Precies zomaar. Yes! Gefeliciteerd, jongen. Goed zo. Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Oh, wat kut dat ik echt in de ene laatste ronde iets als rust ging geven. Ja, gewoon zo'n minuscule foutje en dan ben je gewoon net 2/10 bij nul. Nou, dat was wel goed geweest. Ja. Vetste race van mijn leven. Echt fucking hell. Super, super, super dope. Jezus. Ik ben alleen benieuwd wat er met Alphys was de hele race. Ja, weet niet. Moet je zo vragen. Of je schadeld of zo? Nee, ik word niet ingehaald uit. Ik liet mijn voet al een beetje van het gaspedaal. Omdat ik in die ronde 48 begon die in één keer te glijden in die ene bocht. Nou, dat risico ga ik niet nemen. Dus ik zat nu gewoon die laatste twee rondes zat ik heel rustig uit te tuffen. Vandaar. Als hij er dichtbij was gekomen, had ik weer gas gegeven hoor. Hey, en ik maar hoop houden. Maar dat is goed, gewoon goed leven. Maar...